Palestijnse protest tegen. Ook tegen. Ook tegen Irakese government is corruptie. En they steal alles, they vermoord mensen. Geen democratie, geen niks. En nu bijna 2 maanden alle mensen op straat, dag en nacht slapen. They schiet hem, they dood. Bijna 500 mensen dood, 20.000 geraakt. En die luisteren niet naar het publiek. Die willen alleen corruptie. En die budget van Irak, 130 miljard per jaar. Dollar. Mm-hmm. Niks, alleen van eigen zakken. Eigen zakken. Ja. En mensen is geen werk, geen water, geen universiteit, geen ziekenhuis. Die corruptie, government, alles ziek. Die gaan naar Duitsland, die gaan naar London, die gaan overal. Maar mensen, gewoon mensen, die hebben geen geld voor kanker, medicijnen. Ja. Dat is echt erg. En wij komen hier bijna elke week verschillende plekken demonstreren tegen die corruptie in Irak. En wij waren ook op 28, een paar dagen geleden, in Buitenlandse Zaken. We hebben ons brief gegeven tegen. En wij willen graag ook alles Nederlanders. Irakees afkomst. Wij willen graag ook, die moeten iets doen. Ja, okay. Voor veiligheid, voor human rights, niks. En wij willen niet dat Nederlands buitenlandse zaken put hand met Irakese corruptie. In de toekomst is niet goed. Nee, oké. Okay. Okay, welkom. Ja. Ja.